Ewout Dreiris. Kijk, ik weet dat ik in Nederland woon. En in principe heb ik hier niks mee te maken. Hier moest ik wel even weer een video over maken. Hier, ja man, nee man. Ik krijg echt zoveel ziektes. Kijk, oké, ik ga het kort uitleggen. Ja, voor de mensen die het niet snappen. Je hebt bij TikTok kun je geld verdienen met rare emoticons. Die dat je toegestuurd krijgt als je live bent. Dus mensen kunnen je gewoon, weet ik veel, een rijdende auto sturen. En dat is 50 euro, zo'n dingen. Deze video gaat gewoon over een paar mensen op TikTok dat gewoon echt gewoon moeten stoppen. Ik weet niet in welke psychose die leven. Ik weet niet wat die doen. Ik had hier dus een video over gemaakt, echt 2 jaar geleden of zo, dat ik dacht van wauw, deze guy is echt een mogul. Toen al. Dat is hij. Toen had hij nog geen blauw haar. Dit was zo zijn eerste niveau. Dit was niveau 1. Toen dacht ik al van oké, ja, het zal wel boeien. Kijk, als je nu naar zijn account gaat, ja, weet jij, 2,4 miljoen volgers. Dit is niet eens de enige waar ik het wil over hebben. Maar kijk, ik ga gewoon 1 video laten zien en dan snappen jullie het een beetje als jullie nog niet kijken. Kijk, dit voor shit maakt hij. Gratis tanken, dat moet ik proberen. Let's go! En ik ben aangekomen aan het tankstation. Zou het waar zijn? Die doet dat niet eens. Die gebruikt gewoon zijn bolle kop daar zo. En dat is het enige wat hij doet. En dat haalt dan views. Dit, deze Miss Baksel samen met deze Jamila Baidu. Deze dansjes doet. En daar heeft dan ook 56.000 views. Ik steek mijn pijp uit voor is je alcoholics op te nemen. Wordt allemaal professioneel gefixt, dit, dat. Waarvoor doe ik het eigenlijk? Ik weet waarvoor ik het doe. Omdat ik gewoon shit zelf wil maken die ik gewoon zelf hard vind. En dat ik niet direct de makkelijke weg op ga om Chiquetnet rapper te worden. Deze Jamila Baidu is al zo lang in de scene en die gaat maar niet weg. Die blijft als een fucking tumor. Blijft die haken aan iedereen. Want natuurlijk zei die dat die blauwhaarige guy lekker ging. Dus zij ging daar dan ook even kont likken, snapte? En kijk even gewoon. Als je mij zoveel geeft, dan krijg je dat. Wij willen niks. Jij stopt gewoon met TikTok. Dat willen wij. Schrijf dat op haar bord. Mensen. 3, 2. Weet je wat hier gebeurt? Die zeikt over die gifters. Borden op de achtergrond hebben van... Als je mij zoveel geeft, dan krijg je dat. Wij willen niks. Jij stopt gewoon met TikTok. Dat willen wij. Schrijf dat op haar bord. En daarna gaan zij als een fucking schroot hondje daar zo zitten met die blauwharige. Mensen. 3, 2. Dat is wat die hele tijd doen, hè. Ik zat gisteren in bed, ik kon niet slapen, ik had mijn fapje gelegd in de avond. Ik scroll door TikTok en natuurlijk zie ik deze fucking schildpad. Deze mensen moeten toch echt gestopt worden. Deze mensen zouden 0-0 publiek moeten krijgen. En alsnog geef ik die aandacht. Wat maakt mij dat? Waarschijnlijk een erge persoon als hun. 2.100.000, we hebben een record in België en in die gast zegt, we hebben ze laten winnen. Wat een slechte, narcistische verliezer, maat. Go manipulate people, kom. Voilà. Dat zegt zij, de vrouw die elke avond zelf haar kontje zit te verkopen op TikTok en gewoon uren aan een stuk live gaat voor geld. En het ding is, zij verdient nog eens goed hiermee. Met deze kakshit live, kijk, dit is hetgene wat die doen, hele tijd, dit. Ze bracht Christian om gifts te sturen en hij wou niet verliezen tegen mij, dus hij had geregeld dat iemand een raket aan hem zou geven. Ja? Die heeft dat bij mij gedropt. Dit is hele tijd wat die doen. Dit is hele tijd wat die doen. Gewoon praten over en drama maken. Dat is ook, die maken heel tijd drama. Wat ik nu eigenlijk probeer duidelijk te maken, is stop. Ik bedoel, kun je die niet allemaal gewoon reporten of zoiets? Je zou mensen echt mogen reporten voor hun gedrag. Voor hun kutgedrag. Dit zijn gewoon dan allemaal kleine kinderen die ernaar kijken en dan giften die allemaal geld. En op zich, ja, dat is leuk, hè, donaties. Maar deze mensen doen niks op hun live. Dit is het enige wat die doen. Ik wou zeggen, ik sla die tanden uit, maar... Dat gaat. Kijk wat die allemaal zeggen. Er kijken kinderen naar. Ik sla je tanden uit, dit, dat. Ja, oké. Ik zuip alcohol voor een podcast, maar ik probeer ook geen kinderen aan te trekken, denk ik. Kijk, deze Christian, dat is die blonde mof, die ook op het journaal was in België. Kijk wat die zegt. Waarom mag Kelly niks doen en jij wel? Omdat je man bent, hè? Dwing je Kelly voor de seks? Ja, soms wel. Soms. Weet jullie wat hij zegt? Die zegt letterlijk dat hij zijn vriendin dwingt voor de seks. Hallo? Hij doet het sowieso zonder vragen. Mannen zijn zo. Vriendinnetje? Als je haar soms dwingt, wat is haar reactie? Een lang gezicht. Maar daar rijd ik dan gewoon door uit.
Die zegt letterlijk dat hij zijn vrouw verplicht om seks te hebben met hem. Ten eerste, er kijken kinderen naar hem. Dus kinderen gaan er nog eens denken dat het normaal is als je een vriendin hebt, dat je je vriendin kunt dwingen voor seks. Terwijl, als je een fucking vriendin hebt en zij heeft geen zin in seks, dan is het zo. Je kunt je vrouw of je vriendin niet dwingen voor seks. What the fuck? Zie jij hoe een vieze gast dat is? Wat de... Dit is echt een vieze guy. Kunt je niemand hiervoor aangeven of zo? Die geeft letterlijk een soort van aan dat hij zijn vriendin aanrandt. Dat kan toch niet? Jezus, man, pik. Grappig, hilarisch. Reacties, zalig. Haha, ik ga kapot op de einde. Waarschijnlijk refereren ze naar dit. Haha, ze had meer views dan mij. Op mijn vlogs dan. Kutzooi. Ik kan helemaal niet stoer doen nu. Het is kerst, mensen. Het is er weer. Het is weer dat moment van het jaar. En daarom voor jullie deze prachtige, totaal niet sarcastische song. Fucking kerst staat weer voor de deur. Fuck dat gast. Ik ga er niet eens afkijken. Dat is zo slecht. Hoe kun je denken dat dit goed is? Heb je dan een ego van hier tot in Tokio dat denkt van, ah ja, dit is het. Dit ga ik maken. Jesus Christ. Ga eens een vlog van haar kijken. Nancy thuis verrassen. Gee, kniep dat uit de vlog. Die deur staat al 15 seconden dicht. Hi! Oh, die benen. Wat de actual lief. Ik word er echt naar van, wauw. Zou die zo aan het schreeuwen zijn omdat die denkt van, wat de fuck doet dit monster voor mijn deur? Of wat de fuck is er aan? Jesus Christ, man. Ik ben er klaar mee, denk ik. Ik deel hem met jullie. Zoals de meeste van jullie weten, werk ik dus met kinderen vanaf de leeftijd 5-6. En vandaag is mijn hart echt gebroken geweest. Die nieuwe maatregels met die mondmaskers vanaf 6 jaar, ik heb toch mijn bedenkingen hierover. Dus even heel kort uitgelegd. Er kwam dus een jongetje bij ons binnen en die moest zijn mondmasker opzetten. En die zette dat altijd hier zo. Ja, omdat hij dan niet gewoon is dat er iets over zijn neus zit, alja, 6 jaar. Ik ga veel van jullie horen zeggen van, ja, wij doen dat toch ook. Maar 6 jaar, hè? Hallo? En die zitten dat elke keer, maar echt elke keer naar beneden. Ik denk dat ik het echt 100 keer net moeten zeggen. Ja, en het moet. Dus op een bepaald moment moet ik me echt boos maken van, hé, zeg, kom aan, omhoog, hè. Ik zag echt in de manneke zijn ogen dat hem echt niet gelukkig was. En dat het eigenlijk al zover is moeten komen en we ons boos moeten maken. Jesus Christ, doe dramatisch dan. Jesus, ik dacht dat jongetje was overleden of zo. Ik was nog even aan het denken van, komt de plot? Nee, alleen omdat hij zijn mondmasker niet goed had en die moet boos worden op mij. Welke ouder zou zijn zoon of dochter met deze fucking stuk groente hier achterlaten? Dat zou ik nooit doen, sorry. Ik ga even mijn zoon naar de crash doen en dan deze gast. En dan gaat deze gast. Met uw kinderen. Ik moet dus een loesoe. Ja, gaat dat gebeuren? Waarschijnlijk niet. Boeien, weet je, ik ga het hierbij laten, oké? Okay? Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Volgende week weer een video, hopelijk. Hey boys, ik bedank je voor het kijken. Tot de volgende video. Like en ja, talla.